Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Uiteraard vanuit restaurant Luxor aan de Stationsweg in Leiden. Vandaag gaan we het hebben over het crowdfundingsplatform voor je buurt. Maar eerst gaan we het hebben over Dress for Success. Deze week is namelijk de 1000ste klant geholpen. En wat doen ze precies? Ze kleden de minima aan voordat ze gaan solliciteren. En dat doen ze goed, want meer dan de helft vindt een baan. En ik spreek daarover met Grace Floor. Welkom. Dankjewel. Uiteraard van Dress for Success. Ja. Ik mocht bij jou in de winkel komen. Het is een non-profit organisatie. Jullie kleden de minima aan voordat ze gaan solliciteren, zoals ik net al zei. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat ze bij jullie komen voor die sollicitatie en dat pakje krijgen? Ja, nou, het is natuurlijk heel erg leuk dat de mensen sowieso gaan solliciteren. En als ze dan ook nog goed gekleed en met een zelfvertrouwen wat opgeboost wordt naar zo'n gesprek gaan, dan is de kans heel groot dat ze worden aangenomen. Maar gaat het om je cv? Het gaat om wat je kan en wat je kunt en wat je hebt gedaan. Maar het is ook heel belangrijk om de eerste goede indruk te maken. Als je op zo'n sollicitatiegesprek komt en je komt in kapotte kleding en met een joggingbroek, dan word je bijna niet serieus genomen. Dus het gaat er ook om hoe je binnenkomt. En dan kan je laten zien wat je kan en wie je bent. Ja. Het is echt voor de minima. Ja. Want je kan niet zomaar iedereen die gaat solliciteren kan bij jullie bij Dress for Success in de winkel komen om een nieuw outfitje te halen. Nee. Het is voor mensen die echt het zelf niet de middelen hebben om de kleding te kopen. En die helpen wij. Ja. Ja, en waar moet ik dan aan denken? Wie komen daar? Wat is de doelgroep? Nou, de doelgroep is minima. En of je nou jong of oud bent, man, vrouw, hoog of laag opgeleid, dat maakt niet uit. En die mensen komen ook allemaal bij ons in de winkel. Jullie hebben echt mensen die gaan solliciteren van, bij een bank om daar te gaan werken tot... Van de week de mevrouw die ik sprak, die in de thuiszorg werkt. Ja. Alle categorieën komen voorbij. Taxichauffeurs. We hebben ook mensen die naar het buitenland gaan. Die een directeur inderdaad die in Engeland is gaan solliciteren. Die was een tijd werkloos geweest. En ja, het klinkt gek, maar hoe hoger je salaris was, hoe meer je terugvalt als je werkloos wordt. Dus die meneer die had echt geen goede kleding. Nou, die hebben we ook geholpen. Dus ja, eigenlijk iedereen. En ja. Hebben jullie een beetje rondgekeken? Het is een prachtige kleding. Hoe komen jullie eraan? Hele mooie kleding. Ja, is het ook nieuw of is het allemaal tweedehands? Het is nieuw en tweedehands. Het is zo mooi omdat wij een beperkte ruimte hebben waar we alles in moeten doen. Leiden-Noord. Ja. Het is een hele leuke winkel en een hele leuke buurt, maar we kunnen niet zo heel veel kwijt, dus we moeten heel selectief zijn. En wij willen alleen de beste kleding, want dat verdienen die mensen. Kleding komen van bedrijven, maar ook van particulieren. En ook bedrijven die kleding inzamelen onder het personeel. Er worden acties voor ons gedaan. En daar zoeken wij de beste stukken uit. Ja, en ik kan me voorstellen dat op het moment dat je de kleding aangeboden krijgt, je moet wel diverse setjes moet je hebben. Want niet iedereen moet in een pak gaan solliciteren. Nee, klopt. En niet iedereen kan in een spijkerbroek en een overhemd solliciteren. Nee. Dus dat hebben jullie allemaal vooraan. Ja, het is wat lastig inderdaad. Maar we proberen van alles wat in de winkel te hebben. Dus ook voor de jonge mensen. En ook voor de inderdaad wat sophisticated mensen. Inderdaad spijkerbroeken en pakken. Dus alles door elkaar. Ja. Hoe werkt het? Want ik ben op zoek naar werk. Ik kom bij jullie binnen. Ik zeg van, nou, ik ben journalist, ik wil aan de slag gaan, ik kom bij jou, hoe ga je mij dan helpen? Nou, we gaan eerst een gesprek hebben, hè, wat je gedaan hebt en wie je bent en wat je zoekt, om te kijken van welke kleding past bij jou. Ja. Want wat je zegt, niet alle kleding past bij iedereen. En dan gaan we kijken. Je bent altijd alleen in de winkel. Een adviseur die neemt ruim een uur de tijd voor jou om je goed te adviseren. En dan wordt er gekeken wat bij jou past. Welke kleding kleurt bij jou. Want dat kan ook nog uitmaken natuurlijk. Dan krijg je ook, als je dat wil, advies over het haar.
Als je ook nog advies wil over wat je moet zeggen in een gesprek, dan kan dat ook. Ja. Dus wij proberen de mensen even zo goed mogelijk voor te bereiden op hun gesprek. Ja, en het is meer, wat mijn indruk een beetje was, is het meer dan alleen iemand aankleden. Het is ook een stuk zelfvertrouwen geven. Klopt. Hoe doe je dat? Nou, dat gaat eigenlijk vanzelf. Door de mensen gerust te stellen, door de mensen aan te geven van nou, je kunt het. En de kleding is iets wat erbij komt. Ja. Maar doordat mensen ook zichzelf zien in een hele andere, op een hele andere manier, als dat ze zichzelf altijd gezien hebben, gaat het eigenlijk vanzelf. Want wat doet kleding met je? Iedereen kent het gevoel wel een beetje, maar ja. Jij zegt het is misschien wel belangrijker dan je cv, want geeft de eigenwaarde als je er goed gekleed bij loopt? Nou, dat is voor iedereen anders, maar we hebben wel van mensen gehoord die in een gesprek zaten en toen ze onze kleding aan hadden, hoefden ze zich geen zorgen te maken over hoe ze eruit zagen. Dus ze hoefden zich alleen maar te concentreren op het gesprek, want ja, de uitstraling de was goed. Ja. En ja, soms kun je misschien ook zeggen van, goh, denken als het maar goed zit, maar daar hoef je dan geen zorgen meer over te maken. Dus dat heb je dan al mee. En je komt ook anders een ruimte binnen als je jezelf goed voelt. Ja. Ja. De rest van het proces is in 2009 begonnen. Klopt. Dus jullie zijn al 7 jaar zijn jullie bezig. Het is een wereldwijde organisatie, het is niet alleen in Leiden. Je moet wel even in Leiden houden uiteraard. Ja. Vertel eens, in al die jaren, wat is voor jou het verhaal waarvan je zegt, van, dit is het mooiste verhaal, dit ga ik nooit meer vergeten? Er kwam bij ons een gezin. Een man en een vrouw en die hadden hun 2 kindjes meegenomen. Ze hadden geen opvang. Kindje zat in een eentje in de kinderwagen en eentje liep mee, 2 kleine kindjes. Die man en die vrouw zochten allebei werk. Ze vertelden een verhaal en dan denk je van nou, ik zou de hele winkel wel aan ze mee willen geven. Ze hadden echt heel weinig geld waarvan ze ook nog een huis moesten betalen. Kinderen moesten voeden en ja, ze hadden gewoon echt heel weinig. En die mensen die hebben gekeken in de winkel, ze keken hun ogen uit. En normaal gesproken geven mensen 1 setje mee. Mm-hmm. En als ze dan de baan hebben, mogen ze nog 1 set komen halen. Maar deze mensen die waren zo blij dat ze bij ons mochten komen. We hebben ze niet de hele winkel meegegeven, maar wel iets meer dan 1 setje per persoon. Ja. En ze gingen echt dolgelukkig de winkel uit. En ja, dan kan je wel... En hebben ze werk gevonden? Uiteindelijk hebben ze nog geen werk gevonden. Of, ja. Wij bellen de mensen altijd na een maand of 2. Toen hadden ze nog geen werk gevonden, maar misschien nu wel. Ja. En hoe groot is het succes? Hoeveel mensen komen er uiteindelijk aan een baan via het Rest for Success? Ja, nou, als mensen bij ons gekomen zijn, dan meer dan 50% van de mensen die vinden de baan. Het hoeft niet altijd een betaalde baan te zijn, maar het kan ook vrijwilligerswerk, een stageplek, werkervaringsplek, dus een opstap naar werk. Maar meer dan 50% slaagt daarin. Ja, geweldig. Dus, ja, dat is heel, we zijn echt... Je noemde het net wel even tussen de lippen door. Op het moment dat je dan je baan hebt, mag je nog een keer terugkomen voor een 2e setje. Ja, waarvoor klopt. Is dat? Nou, dit is als je gaat werken en je hebt een mooi sollicitatiepakje aan, dan wil je tijdens je werk natuurlijk ook je leuke kleren aandoen. Dus dan heb je nog eventjes een setje om de eerste maand een beetje te combineren, om erdoor te komen. Ja, totdat je eerste salaris hebt. En ook een beetje als beloning. Heb je behoefte aan nieuwe kleding? We hebben altijd behoefte aan nieuwe kleding. Vooral kleine herenmaten en grote damesmaten. Dat zijn eigenlijk de buitenmaten. En verder zoeken wij altijd de mooiste stukken eruit. Dus als er één heel mooi stuk bij zit dan mogen ze dat bij ons brengen. Ja. Best voor succes. Is dus een succes nu. Na 7 jaar 1000ste klant is bij jullie geweest. Ja. De helft daarvan is, meer dan de helft is aan een baan geholpen. Dus ga door met het goede werk. Ja, dat gaan we zeker doen. Dat doen we met heel veel liefde en plezier. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Dan gaan we verder spreken over crowdfunding van Voor Je Buurt. Zij zijn namelijk een project in Leiden gestart om ervoor te zorgen dat wij met z'n allen mooie buurtprojecten gaan opzetten. En ik spreek erover met Aster van Tilburg. Welkom in de uitzending van Voor Je Buurt. Allereerst Aster, wat is dat precies, Voor Je Buurt, als platform? Hoe moet ik dat vorm zien? Nou, Voor Je Buurt is een crowdfunding platform voor iedereen met een goed idee voor zijn buurt, dorp of stad. Yeah. En dat betekent dat je geld, maar ook hulp en materiaal kan inzamelen om een project te realiseren. En hoe gebeurt dat online? Gebeurt voor een deel online, want je hebt een online pagina waarop je uitlegt wat je wil gaan doen. Waarop je ook een filmpje neerzet of foto's neerzet. En waar ook een metertje loopt waarop staat van hoeveel geld is er opgehaald en hoeveel dagen loopt de campagne nog. Ja. Je ziet ook hoeveel mensen er al meedoen. Maar
er gebeurt ook heel veel offline. Dus je kunt ook gaan flyeren. En maar de actie start online. Daar wordt hij zeg maar gelanceerd. Ja. Bij jullie op het platform is dan een online platform waarop dat, dat gebeurt. Geef eens wat voorbeelden van crowdfundingsacties die je bijvoorbeeld zou kunnen gaan doen bij jullie. Nou, je kunt denken aan een festival waarvoor je een crowdfundingcampagne start. Het kan ook activiteiten voor een buurthuis zijn. We hebben nu in Leiden een campagne lopen voor de Tuin van de Smit. Die crowdfund 2000 euro voor een nieuwe ruif voor de paarden. Yeah. Die kun je overigens ook nog steunen op dit moment. Je kunt... Je hebt een mooi initiatief voor je buurt of voor de Tuin van de Smit, voor de omgeving daar. Daar is geld voor nodig. Ja. En dat geld wil je via crowdfunding dan bij elkaar gaan schapen. Ja. Maar wat is crowdfunding dan precies? Nou, eigenlijk betekent crowdfunding dat een grote groep mensen een, vaak een relatief klein bedrag inlegt. En dat je zo samen een project financiert. Dus daarmee is crowdfunding ook niet iets nieuws. Ja. Doen de kerk en scholen doen al eeuwen aan crowdfunding. Collecteren zou je dat kunnen noemen. Ja, maar het is wel een beetje anders. Want je gaat van heel concreet doelgeld inzamelen. En je hangt er ook een bepaalde termijn aan. Dus je hebt 1 of 2 maanden de tijd vaak om dat geld in te zamelen. En als je het niet haalt, dan gaat ook het geld weer terug naar de donateurs. Oké. Dus ik wil een nieuw speeltoestel in mijn wijk hebben. Dat kost 3000 euro. Dan ga ik naar voor je buurt toe. Daar start ik een campagne. Ja. En dan ga ik aan mensen vragen van, geef mij geld. En dan ga je vooral ook campagne voeren bij mensen in je eigen netwerk. Maar waarom zouden mensen geld geven? Nou ja, omdat ze dat speeltoestel willen. Dat is. En dan is ook de vraag, als niemand dat speeltoestel wilt, dan gaat die crowdfunding ook niet lukken. Aha, dus eigenlijk is het ook een soort van opiniepeiling om te kijken of jouw idee voor je buurt, of het eigenlijk wel levensvatbaar is. Ja. En wat krijg je daarvoor terug? Als donateur? Nou, een speeltoestel en een leuke buurt. En het is ook gewoon heel gaaf om met je buren zoiets samen te realiseren. Nou, ik zat bij jullie te kijken. Er staan ook wel dingen. Zo van, je kan 10 euro doneren en dan mag je een keertje komen spelen ofzo. Voor 50 wordt je naam aan het toestel opgehangen. Er staat toch wel vaak iets tegenover tegen je donatie? Klopt. Je krijgt inderdaad vaak een tegenprestatie voor terug. En soms is dat gewoon een leuk bedankje. Maar dat kan ook een product zijn. Ja. We hebben ook dit jaar in Leiden een campagne gehad voor de jufferen van Leiden. Het is een boekje met portretten en verhalen van Leidse ondernemers, Leidse vrouwelijke ondernemers. En daar kon je ook een boekje terugkrijgen voor je bijdrage. Oké. Ja, en het is heel populair, hè, crowdfunding. Jazeker. Het gebeurt op verschillende vlakken. Bij de sport, bij de buurt. Daar heb ik in ieder geval wel eens filmpjes voor gemaakt. Op welke manieren gebeurt het nog meer? Je hebt ook veel crowdfunding voor bedrijven, waarbij bedrijven of aandelen uitgeven of een lening vragen van hun investeerders. Ja. En het belangrijkste verschil daarmee is dat je bij crowdfunding bij Voor Je Buurt krijg je er vaak wel een leuk presentje voor terug. Maar in principe gaat het geld vanuit het project. Bij van die bedrijfsfinanciering moet je het geld ook weer terugbetalen als bedrijf. Dus bij jullie is geld gegeven is gegeven en daar werkt dat niet zo. Ja. Laten we eens naar een project kijken die in Leiden geslaagd is. Ja. De mannen van de bijkerij zijn imkers. Die wilden een bijenstal ze hebben. Zij zijn een crowdfundingsactie begonnen. Ja. Die is geslaagd en jullie zijn naar ze toe gegaan om te vragen van joh, hoe hebben jullie dat nou gedaan? Ja. En hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat je ook daadwerkelijk het geld bij elkaar krijgt? Ja, een hele leuke campagne. Ja, een hele mooie campagne. Ja. Laten we daar even naar kijken. Ja. Heb je een goed idee voor je buurt, dorp of stad? Of wil je bijdragen aan zo'n idee? Zamel geld, hulp of materiaal in en zorg dat het er komt. Wij zijn Stichting Bijkerij en we hebben met behulp van crowdfunding deze bijenstal gerealiseerd. Het is een soort platform waarmee je aangeeft wat je wil. Je bent in staat om met een enorme versnelling een aantal zaken te realiseren. Er zijn dakpannen gedoneerd, dus dat komt allemaal gelijkertijd. En als je dat allemaal zelf zou doen, dan zou het heel lang gaan duren. Wat is nou ons netwerk waar we het vandaan moeten halen, al die financiën? Het bleek eigenlijk dat het gewoon heel erg dichtbij zit. Mensen op de hoek van de straat, mensen in de huizen hier en mensen die betrokken zijn bij dit initiatief. Op het moment dat het met de campagne niet zo heel soepel liep, toen hoorde ik ervan dat er een nieuwjaarsborrel was bij de gemeente Leiden. En toen dachten we, nou laten we dan gewoon onze bijenpakken aandoen en daar gewoon tussen gaan staan. Ja, dat werkte heel erg goed. Als je uitlegt waar je mee bezig bent, wordt het opeens een heel stuk makkelijker om zoiets te realiseren.
merken nu ook dat mensen gewoon heel erg blij zijn met deze stal. En de stal is ook gewoon veel mooier geworden dan we zelf ooit hadden kunnen bouwen. Neem zelf initiatief voor je buurt. Wat ik opvallend vind, wat zij in een filmpje vertellen, is van ja, eigenlijk ging het niet zo goed. En toen zijn we zelf wat gaan doen, zijn we naar een gemeenteborrel gegaan. Is dat ook belangrijk, dat je naast die campagne online daadwerkelijk zelf ook campagne gaat voeren? Ja, wat ik wel heel mooi vind aan hun verhaal, ze vertellen ook het eerlijke verhaal van crowdfunding. Ja. Want het is echt best wel hard werken. En het heet niet voor niks een crowdfunding campagne. Dus je moet heel veel mensen vertellen over je project, dan enthousiast maken en dan ook nog eens vragen om een financiële bijdrage. En je ziet ook heel vaak dat er ergens een dipje wel komt in die campagne. Ja. Ze hadden een fantastische start, goede lancering. En op een gegeven moment, ook een beetje rond de kerstdagen, gebeurde er niet zoveel meer. En toen hebben ze zich heel herpakt en allerlei acties opgezet, waaronder die nieuwjaarsborrel, om er weer een schwung aan te geven. En het is toen gelukt. Ja, toen is en het gelukt. En de bijenstal staat er. Zeker. Ja. Jullie zijn nu in Leiden een actie begonnen, of in ieder geval een project. Mm-hmm. Jullie willen Leiden er meer bij voor je buurt betrekken. Wie zoeken jullie? Met welk idee kan je nou bij jullie terecht? Nou ja, we zeggen iedereen met een goed idee voor Leiden in dit geval, kan bij ons terecht. Je moet iets van maatschappelijke impact hebben. Ja. Het mag niet voor jezelf zijn. Nee, het mag niet voor jezelf zijn. En als het een elektronica winkel is, dan past het ook niet bij voor je buurt. Nee. Tenzij je een heel goed sociaal verhaal hebt. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen. En vervolgens kun je bij ons een crowdfunding campagne starten en begeleiden wij je ook bij het opzetten daarvan. Ja, want wat is daar belangrijk in? Noem eens iets wat we zouden kunnen doen als crowdfunding. Waarvan jij zegt, van, nou, dat is zo leuk, dat moeten jullie in Leiden eigenlijk ook doen. Je bent een project? Ja. We hebben een trend van kattencafés bij Voor Je Buurt. Oké, nou wij willen een kattencafé. Ja, we willen in een kattencafé. Leiden. En ja, dan? Ja. Nou, dan meld je bij ons en dan ga ik je uitleggen wat het succes van de andere campagnes is geweest. Maar eigenlijk is het belangrijkste om één, je verhaal heel goed te hebben. Dat verhaal ook te testen bij mensen waarvan je denkt dat die misschien wel zouden willen bijdragen. En ook dus zo in te schatten van, hey, is het haalbaar om 5.000 of 20.000 euro op te halen? Hoeveel wordt er gemiddeld opgehaald? Gemiddeld 4.500 euro. Ja. En de doelbedragen die variëren van soms echt 300-400 euro tot 30.000 à 40.000 euro. Jullie hebben al 330 projecten gedaan. Hoeveel daarvan is geslaagd? Een procent ongeveer? 80% slaagt. Oké, dus als je iets in je buurt wil en je gaat de crowdfunding starten, dan is er een grote kans dat het gaat lukken. Ja, nou ja, als je dus de voorbereiding goed op orde is. Ja. En daar helpen wij dus ook mee. En wat is het allerbelangrijkste in die voorbereiding? Het allerbelangrijkste is dat je dat je heel veel tijd en energie erin steekt om mensen enthousiast te maken. En dus ook wel dat je een goed netwerk hebt. Ja, en een goed verhaal uiteraard. En een goed verhaal, ja. Dankjewel. Uiteraard meer informatie is te vinden op jullie website voorjebuurt.nl/Leiden. En dan kom je ook bij het mooie filmpje van de bijkerij voor de mensen die hem nog eens willen zien. Aster, ik wil jou bedanken dat je hier was. Graag gedaan. En heel veel succes. En ik hoop jullie vaak in Leiden te zien. Ja, dat betekent dat er heel veel mooie projecten namelijk geslaagd zijn. Helemaal bedankt. Goed. En tot zover deze uitzending van Aan Tafel met Leendert. Uiteraard zijn we er morgen weer en dan spreken we over schaatsen. Want krijgen we nou wel of geen nieuwe schaatsbaan in Leiden? En hoe groot moet die dan worden? 250 meter of een 333 meter baan? Veel vragen dus. En dus tot morgen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.